is ruim anderhalve meter. Ja, je kan rollen. Ik moest mijn handen desinfecteren. De maatregelen, dat zit hier wel goed. Ja, zeker. En Anna Miranda, goedemorgen. We zijn bij tandartspraktijk Dieleman. Ik ben hier al eens eerder geweest. En ik kom even langs omdat jullie mogen weer gaan beginnen. Ja. Vertel. We mogen vanaf vandaag gewoon weer aan de slag. Dat hebben we gisteravond te horen gekregen om 10:30. In zo'n kort tijdsbestek krijg je in praktijk niet up and running na 6 weken dicht te zijn. Dus vandaag, morgen en vrijdag nemen we de tijd om alle afspraken weer in te gaan plannen. Het team bij elkaar te krijgen, de maatregelen, extra maatregelen die zijn opgelegd om die te kunnen implementeren en ook met elkaar te bespreken. En dan blijft er nog steeds een beetje tijd over om, als er vragen zijn vanuit het team, dat kunnen we beantwoorden, zodat we na Koningsdag, dus na maandag, gewoon weer met frisse moed weer aan de slag kunnen. Is er wel een beetje gewerkt? Jullie werken wel in shifts? Voor spoed, ja. Ja, dus mensen die echt wortelkanaalbehandelingen, zodat ik zeg maar wat, die waren wel welkom voor behandelingen. Ja. Ja. Ja, en dat was echt, we merkten heel erg terughoudendheid bij patiënten zelf. Hè, omdat er zo werd gewezen op houdafstand, ga zo min mogelijk de deur uit. Daar hielden heel veel mensen zich heel goed aan. En dat heeft denk ik voor gezorgd dat het zo goed gaat in Nederland. Dus we hadden echt heel weinig te doen. De patiënten die hulp nodig hadden, konden we ook niet altijd helpen op de manier zoals we zouden willen. En dat had ermee te maken dat er vanuit de beroepsgroep was geadviseerd echt alleen ernstige spoed. Ja, en als je dat gaat shiften, pijn is heel vervelend, maar Wat ik nou niet zo goed snap, we gisteren om 7 uur spraken Rutte. Waarom hoorden jullie dat gisteren om 10:30? En van wie hoorde je dat dan? We hebben verschillende beroepsorganisaties, de mondhygiënisten en de tandartsen. En zij hebben zelf het advies gegeven om de boor neer te leggen en om de praktijken te sluiten. En het was niet een bindend advies, dus het is ons niet direct door de overheid opgelegd, maar vanuit de beroepsgroep is het advies gekomen om niet te behandelen. Als tandarts, wij zijn gewend om, en de assistenten en de mondhygiënisten, wij zijn als team gewend om in die mond te werken. Het enige wat onzeker is dat het coronavirus, we hadden geen idee van hoe dat virus zich zou gaan gedragen. En daar weten we nu wat meer over. Dus met die wetenschap die we nu hebben, die we 6 weken geleden nog niet hadden, durven we gewoon nu met vertrouwen, met een aantal aanpassingen, in monden te frunniken. Maar dan nog wel een laatste vraag. Hoe verhoudt zich dat dan tot bijvoorbeeld de kappers? Zij hebben echt te horen gekregen, jullie moeten dicht. En zij moeten nog steeds dicht. Blijven, ja. En dat is voor die beroepsgroep is dat ontzettend vervelend. Maar best gek, want die staan eigenlijk het grootste deel van de tijd achter je. Jullie hangen toch vaak boven de cliënten? Ja, maar ik denk dat je een kapper met alle respect niet met een tandarts mag vergelijken. Een heel groot deel van de opleiding van zowel de tandartsassistent als de mondhygiënist als de tandarts gaat in over de kans op het krijgen van een infectie. Dus de hele wetenschappelijke onderbouwing van bacteriële en virale infecties krijg je. Maar ook welke maatregelen je moet nemen. Ja, dat precies, is echt tot ver voor doorgevoerd in onze hoofden, maar ook in de bedrijfsvoering. En dat is bij andere branches is dat gewoon veel minder. Maar goed, nu samengevat, jullie zijn er in principe gewoon klaar voor. Alleen je moet het in het team nog even afstemmen of iedereen kan, wil en hoe jullie het precies gaan doen. Maar dan gaan jullie... Ja, de praktijk nog wat aanpassen. Ja, ja. Er komt een plexiglas scherm bij de balie. Ah, oké. We hebben van deze hele mooie face shield. Ja, het is ontzettend handig, want je kan je eigen bril met sterkte. Ik heb zo'n loopbril om alles goed te kunnen zien. Die kan ik hieronder ook dragen. Nou, buitengewoon. Ja. Dus dames, jullie hebben er weer gewoon zin in. Jullie gaan het fixen, ja. Geldt dit voor alle tandartsen in Middelburg of Nederland? Of weten jullie dat niet? Of? Dit geldt voor alle tandartsen in Nederland. Die mogen vanaf vandaag weer aan de slag. Het is alleen aan de tandarts zelf om te beslissen, gaat hij vandaag al werken of is dat pas na het weekend? Helemaal duidelijk. Dank jullie wel voor de tijd en heel veel succes weer met heropstart of de opstart. En dat iedereen maar weer, dat een flink gefrunkt mag worden. Ik zeg het lekker toch.